Kootstra Fysiotherapie is verhuisd van Wevenstraat 16 naar het voormalige Zuidzorggebouw in de Kloosterstraat 15. Vader en zoon Kootstra. Aan de verhuizing ging heel wat vooraf. Onder andere de aankoop van het gebouw. Nou, het eerste contact met Help de Kanner is ontstaan in juni 2019. Uiteindelijk eind 2020 bleek dat het een maatschappelijk vastgoed betrof. En, waardoor wij nogal in de problemen kwamen met betrekking tot aankoop. En uiteindelijk is het wel goed gekomen. Maar het heeft wel heel erg veel energie en tijd gevergd voordat het zover was gekomen. En toen kwam de verbouwing? Nou, uiteindelijk 2022 februari is de kogel definitief door de kerk gegaan. Toen zijn we begonnen met contacten weer opnieuw met de aannemers. En dat is uiteindelijk goed gekomen. We hebben een erg goede aannemer gehad. We zijn er buitengewoon over te spreken. Maak projecten samen met Zekerbouw. En het heeft geleid tot een geweldig mooi resultaat. En we zijn er trots op en we zijn er heel blij mee ook. Op 21 januari werden de laatste zaken verhuisd. De inrichting? Uiteindelijk is het pand 16 december opgeleverd door de aannemer. En toen heeft het nog een maandje geduurd voordat wij ingericht waren, spullen gekocht hadden. En uiteindelijk zijn we 23 januari definitief van start gegaan met de eerste patiënt. Jullie hebben ook een speciale fitnessruimte ingericht voor revalidatietraining. De afgelopen 20 jaar heeft onze revalidatietraining altijd plaatsgevonden in het sportcentrum FeelFit in Nuenen. Maar de visie van mijn vader is altijd geweest om dit in eigen beheer te gaan doen. Wat ik heel erg merkte tijdens mijn revalidatietrainingen die ik gaf, was dat mensen aangaven na hun traject dat ze een beetje het gevoel hadden alsof ze in het diepe vielen. Ze wilden heel graag door blijven trainen, maar ze voelden zich niet vrij genoeg of niet zelfverzekerd genoeg om dit in een groot sportcentrum te doen. Nou, en vanuit die vraag is Kootstra Medifit Nuenen geboren. En vanaf 1 april dit jaar gaan wij vrije medische fitness aanbieden. Dat wil zeggen dat er op bepaalde uren op de dag altijd begeleiding in de zaal is voor vrije inloop. Op basis van een abonnementsvorm en bieden wij ook e-gym aan. E-gym is volautomatische apparatuur waarbij je de toestelinstellingen, de startpositie en eindpositie instelt op het individu dat gaat trainen op het apparaat en deze vervolgens vastlegt. En hierop kunnen wij dan verschillende trainingsprogramma's toepassen. Goedemorgen. Bent u de eerste patiënt die in deze nieuwe praktijk behandeld wordt? Ja, klopt. Was u daar speciaal voor uitgenodigd? Nee, ik had eigenlijk altijd op maandagochtend om 8 uur een afspraak. En had dus de eer om hier als eerste binnen te komen in die mooie nieuwe praktijk. En bevalt het?
Ja, het is, ik vind het mooi licht, rustig. En ja, wat natuurlijk meteen opvalt is dat er geen trapjes en opstapjes meer zijn. Mijn handelkamers zien er gewoon netjes uit. Dus ja, mooie nieuwe receptie, open.